Johnson, 4-2 tegen de kop lopen. Heerlijke dag. Ja, ik denk... Het is leuk. Je weet van tevoren dat als je hier wint, kan je goede zaken doen. En gewoon een goede pot, denk ik, met z'n allen. Ik kan er niet veel meer van maken. En als je zo speelt tegen de kop lopen, dan moet het ook een heerlijk gevoel geven. Jawel, kijk, we weten van onszelf dat we een aardige ploeg hebben. En als het bij ons gaat lopen, als de voordeelde spelers het op de heupen hebben. Als je kijkt naar Arten ook al een paar weken goed in vorm. Dus dan gaat het goed. Gers valt er vandaag in voor Heine, die er niet bij is. Maar die pikt het ook gewoon zo goed op. Dus heerlijk. En je speelt zelf wel goed? Jawel. Vandaag wel weer een van de betere wedstrijden van mijn kant. Dat is een tijdje ook minder geweest. Maar dan is zo'n wedstrijd wel lekker. Als ik al met de hoofd ga scoren, dan... dan wordt het een mooi seizoen. En je zei vorige keer dat je sprak, als we nu ook al thuiswedstrijden gaan winnen. Nou, en nu ook weer thuis, tegen een koploper. Uitgaat het goed, dan kan een heel mooi seizoen worden zo. Ja, ik denk, we hebben een aardige ploeg. En het is, ik hou er nooit zo van om te zeggen waar we gaan eindigen. Maar ik denk, als je gaat kijken hoe we het nu tot nu toe doen, doet het aardig. En wat ik zeg, als we thuis gaan winnen, supporters worden ook al steeds meer. We gaan erachter staan, dan kan het leuk worden. Over deze wedstrijd, zij zijn koploper, maar ze zijn eigenlijk hebben op geen moment in de wedstrijd gezeten. Nee, in het begin, ik denk de eerste 10 minuten, probeerden ze wel aardig te voetballen, maar we zetten goed druk overal en ze kwamen niet echt uit. En dan gingen ze maar lange ballen en ja, dan spelen ze ons in de kaart. Dan kunnen we ons spelletje lekker spelen voor hun, met veel snelheid. We komen er wel langs. Ja, en 2 doelpunten voor ons, dat moet ook vertrouwen geven. Ja. Ja, als je kijkt, normaal, de wedstrijd begon wat moeilijk. Als je dan vaak, we komen wel 1-0 achter. We komen nu dan heel goed 1-0 voor. En dan heb je voor mij uitgespeeld, denk ik. Ja, en jij met de kopbal dus. Ja, een beetje geluk. Er moet een beetje geluk bij zitten. Ik stond eigenlijk voor de keeper. Voor mij nam Gerso die corner. En ja, hij was net over de eerste man heen. En dan je hoofd tegenaan zitten. Ook gedicht. En na rust, jullie gaan goed door. Dan is het lekker dat je vroeg die 3-0 maakt. En dan is het dan beslist? In principe moet het beslist zijn. Je ziet dat hun nog wel blijven doorgaan. Om zin dat te maken met het is een ploeg die veel scoort. Ze scoren vandaag ook gewoon weer 2 keer. We maken heel snel 3-0. Dus dan is het voor ons ook wat makkelijker voetbal. Alleen, ik denk dat we toen als net een stapje minder gingen doen, krijgen we wel weer wat lastiger. Je zegt, zij zijn een ploeg die veel scoort. Wij over het algemeen wat minder, maar dan is het lekker dat je tegen een koploper gewoon 4 keer in eigen huis scoort. Ja, laat zien waar toe we in staat zijn, hè?